Hoi lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik heb er hartstikke veel zin in, want ik ga namelijk de Never Have I Ever Challenge doen. Waarschijnlijk ken je hem al, hij is best wel vaak gedaan, maar ik dacht, hey, laat ik het eens doen. Ik heb hele leuke vragen voor jullie verzameld. En wat houdt die challenge eigenlijk in? Er komen vragen en dan moet ik zeggen of ik het ooit heb gedaan of dat ik het niet heb gedaan. Dus heb je alvast zin in deze video? Geef dan een blauw duimpje omhoog en abonneer meteen op mijn kanaal. Als je toch bezig bent, druk even op dat belletje en dan hoef je nooit meer een nieuwe video van mij te missen. Laten we beginnen. Goed, ik ga dus de eerste vraag pakken, dus ik zal maar even niet kijken. Oké, de eerste vraag is, never have I ever iets gebroken. Nee, ik heb nog nooit iets gebroken. Wel ooit geprobeerd iets te laten breken, wat niet zo heel slim was, maar ik wilde vroeger altijd op krukken of ik wilde altijd gips, zodat mensen erop konden schrijven en dat ik heel cool was. Maar het is helemaal niet cool, jongens, niet voor de ga je iets gaan breken. Maar nee, ik heb nooit iets gebroken. Weg ermee. Ik voel me echt zo'n surprise grabbelton. Oké. De volgende vraag is, never have I ever geslaapwandeld? Ja, dat heb ik wel eens een keertje gedaan. Volgens mij was dat ooit toen ik in de douche ben gaan zitten. En dat mijn zus wakker werd omdat ze altijd naar de wc ging in de avond. En dat ze toen zei, Naomi, wat ga je doen? En dat ik zo, dat ik helemaal zo. Ja, maar ik praat zeg maar heel veel in mijn slaap. Ik beweeg, ik ben echt een helikopter in mijn slaap. Maar nee, ja, geslaapwandeld, dat heb ik wel een keertje gedaan, denk ik. Heb ik niet zelf meegemaakt, maar dat heb ik wel een keer gehoord. Next! Oh, ik wil niet dat er erger komen. Ik haat het. Oké. Never have I ever mijn telefoon kapot laten vallen. Wel laten vallen, maar niet volgens mij echt kapot. Wel een paar schrammetjes of zo, maar niet dat ik hem echt, ja, naar de maker moest brengen of zo, of dat hij het niet meer deed. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik weet wel dat ik altijd met mijn iPhone 3G ging oververgooien met mijn zus. Dat was echt een baksteen. Maar nee, ik heb hem wel laten vallen, maar niet echt dat hij echt helemaal stuk ging. Ik ben zuinig op mijn spullen, jongens. De volgende is, never have I ever afgekeken bij een toets. Dat is denk ik wel een hele simpele vraag. Ja, ik heb zo vaak afgekeken bij een toets. En nu op de middelbare iets minder, omdat, ja, ik weet niet, ik snap het. Het is niet dat ik het moeilijk vind of zo, maar ik weet nog wel, in groep 8, ja. Ik heb ooit voor twee vrienden van mij, heb ik ooit gewoon echt een spiekbriefje gemaakt. Of ja, en dan waren we bij Topo en dan gingen ze iets vragen. En dan deed ik gewoon mijn hand opsteken welk nummer ze moesten invoeren. Dus ja, ik heb mensen ook geholpen bij het afkijken. Maar zelf afgekeken, ja, ik, ja, tuurlijk. Ja, de. Ja, als mijn leraren dit kijken. Sorry. Nee, maar dat doet iedereen toch wel. Een keertje als je niet goed hebt geleerd. Maar natuurlijk, jongens, de juiste instelling is gewoon goed leren. Plannen. Alles goed doen, want dat doe ik natuurlijk. Nee, oké. Okay. Dat is echt wauw. Ik zei. Never have I ever een hele nacht doorgehaald. Nee, dat kan ik echt niet. Ik ben wel een avondmens. Ik ben echt geen ochtendmens, maar moet je echt niet om 6 uur uit mijn bed trekken, want dat moet je gewoon niet doen. Dan komt er gewoon echt een bordje pas op gevaar als ik slaap. Echt niet mij wakker maken, maar ik ben eigenlijk wel een avondmens, maar ik kan ook weer niet tot laat, weet je. Als ik echt iets ga doen in de avond, dan kan ik niet een hele nacht doorhalen, want altijd als ik aan het logeren ben, dan is iemand altijd tegen mij aan het praten en dan zit ik zo in bed en dan is er van, ja, en dan val ik gewoon half in slaap. Ja, sorry jongens, ik kan het gewoon niet. Als mensen tegen mij gaan praten en het is echt zo'n saai verhaal, weet je wel. Dan, ja, dat kan ik gewoon niet. Ik moet dan echt iets actiefs gaan doen, gewoon. Als ik actief ben, ja, dan kan ik wel een nacht doorhalen. Maar als ik echt stil zit, ja, dan natuurlijk niet. Never have I ever gehuild bij een film. Dan moet ik even nadenken. Ja, dat heb ik zeker. Bij Annie. Niet die oude met die, dat. Maar die nieuwere versie. Never have I ever een 1 gehaald voor een toets. Nee, ik heb nog nooit een 1 gehaald. Wel een 1 met een 0 erachter. Nee, maar ik heb nog nooit een 1 gehaald. Ik heb wel een onvoldoende gehaald, maar geen 1. Nee. Nee, zo slecht ben ik dan ook. Nee, grapje. Oh. Oké. Okay. Oh, dit is een lange. Never have I ever een vriendje gehad. Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Oh, irritant ben ik, hè? Nee. Oké, okay, next.
Never have I ever geslapen met leraren. Oh nee. Slapen met kleren aan. Sorry, maar het lijkt echt alsof er leraren staat. Sorry. Hoe? Oké. Nou jongens, ik heb niet geslapen met leraren. Heb ik ooit geslapen met kleren aan? I have. Vroeger, als je dan, weet je wel, dan had je late activiteiten en dan ging je met de auto weer naar huis. En dan was ik dus in slaap gevallen in de auto en dan moest ik uitstappen en dan ben ik gewoon zo op bed gaan liggen. En dan word ik vervolgens wakker met mijn lampen nog aan en mijn kleren aan. En niet dat ik ervan bewust van was, nee dat niet. Ik ben niet bewust gewoon met mijn kleren in bed gestapt, maar... Ja, sowieso. Iedereen slaapt toch met kleren aan? Als je een onderbroek aan hebt, is dat ook een kledingstuk. Maar in dit geval bedoelen ze, denk ik, kleren van... Gewoon je kleren als ik nu zo in slaap zou vallen. Maar dat heb ik wel een keertje gedaan. Okay. Ja! Yay! Applaus. Never have I ever een beugel gehad. Ja, 6. Dus hier staat een 1, nee, daar hoort een 6. Ik heb 6 beugels gehad in totaal. 2 die je er zo in en uit kon halen. Niet zo heel lang. Ik heb wel een paar beugels echt een jaar gehad of anderhalf jaar. Maar ik heb er ook een paar gewoon echt een half jaar gehad. Ik weet nog dat ik ooit slotjes hier 4 had. Ja, dat had ik maar echt 2 maanden of 3 maanden of zo. Maar ja, ik heb er 6 gehad. Dus een beugel, ja. Net alsof gedaan, alsof ik ziek was. Ja. Ik doe dat altijd. Ik doe of ik pak een thermometer en ik doe hem in mijn lamp stop, heb ik ooit gedaan. Ik heb ooit mijn hele hoofd gefeund. Ja, sorry papa en mama als je dit kijkt, maar ja, soms dan wil je ook gewoon even schoolziek zijn. Wil je gewoon, ja. We zijn er alweer bijna doorheen. De derde laatste. Wie zegt dat? Never have I ever gespijpeld. Heb ik in mijn vorige video ook verteld. Ja jongens, ik heb ooit gespijpeld. Jullie hoeven het er nog niet... Na te drukken, hè jongens. Nee, ja, ik heb ooit gespijpeld. 1 keertje. Never have I ever overgegeven in het openbaar. Ja, maar ik geef niet zo snel over. Ik geef niet zo vaak over. Dat was... En ja, ik geef niet vaak over en dan al helemaal niet in het openbaar. Oké, toen... Ja, ik ben een beetje wagenziek. En als de berg opgingen, alles eruit. Never have I ever iemand gedumpt. Dat is voor mij een weet en voor jullie een vraag. Dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nee, maar vond je het nou wel leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog en... Nogmaals, abonneer op mijn kanaal. Volg mijn Insta, social media. Staat allemaal hieronder in de beschrijving. Tot de volgende keer. Homies. Wow.